Goedemorgen, het is woensdag, ik ben wakker. Foofje! Foofje! Kijk hoe schattig zijn haartjes zitten. Moet even, niet met het tegenlicht, maar zo. Iedereen vindt het leuk dat je weer haar hebt. Niet iedereen hoor. Nee? Nee hoor. Oh, ik zag comments van, het is zo leuk dat je weer haar heeft. Ik heb comments gezien, heel slim. Eerst mijn haar doen, dan moet gaan. Ik heb ook comments gezien van, je moet weer kaal. Nee, ik vind dit ook leuker. Het is zo schattig dat het haar zo opzij. Maar ja, jij bent Foefje, dus Foef, haal je haar er maar. Alright, het is 9:15. Ik heb wat telefoontjes gepleegd. Ik ga nu naar beneden. Ik ga even gedistilleerd water halen voor een DIY. Waarschijnlijk staat hij online of volgende week. Moet je even kijken. Ja, ik ga naar beneden en iets halen en ook eventjes eten. Ik had gisteren al boodschap gedaan, maar wat meer nodig ook voor vanavond. En dan ga ik filmen en doen en zo. Dit is wat ik nu aan heb. Ik ga hier denk ik mijn DIY mee filmen, want je ziet toch vooral dit in beeld. Vind ik het wel leuk als er wat leuks op staat. Haar ziet er niet uit, maar dat ga ik dan zo ook weer wat mee doen. Ik krijg nu allemaal afspraken erbij, want vandaag zeg maar, oh misschien moet ik daar ook even langs. Oh, misschien moet ik daar ook even langs. In Amsterdam, dus het wordt steeds eerder, want ik ga naar Amsterdam. Ja, oké. Okay. Komt goed. De geur die ik vandaag opdoe is fresh. Hij is gewoon serieus, er is best wel wat uit ook. Zo lekker vind ik hem. Deze wrap is serieus mijn leven aan het overnemen. Ik eet dit elke dag. Ik ben in de eethuis en er hangt er nog maar eentje. Fluffy. Ze hadden niet wat ik zocht in die eethuis. Ik ga nu naar die ander. Hopen dat we het wel hebben. En ook hier Silky uitverkocht. Nice. Op naar de Action. I know. Damn, Daniel. Ik ben bij de Action geweest, maar hij is het niet. En nu ben ik in Albert Heijn. Bingo, het staat hier tussen de schoonmaakmiddelen. Gedestilleerd water. Starbucks, vaste klant. Ik ga zo filmen en iemand had gecomment. Ik weet haar naam even niet meer, maar ze zei ja, dankjewel voor je live tips. Net als die van... water, schoonmaakmiddel, spreading, life changing. En ik dacht, leuk voor degenen die hem gemist hebben. Oké, dit heb ik dus geleerd toen ik in de kinderopvang werkte. Jaren geleden heb ik 1 jaar 5 in gewerkt. Schoonmaken. Makkelijkste, easiest, lekkerste manier om schoon te maken. Koop zo'n spuitbus. Ik heb deze volgens mij van de IKEA. Vul hem voor de helft met allesreiniger en voor de helft aan water. En gebruik dit om alles schoon te maken, je keuken en zo. En het werkt super chill, super makkelijk. Je hebt gewoon altijd een soort van dit klaar. En ik gebruik dus keukenpapier. Vroeger deed ik altijd een doekje, maar dat heb ik weer van Makkie geleerd. Als je dit gebruikt, die gooi je daarna gewoon weg. En dat is gewoon veel hygiënischer dan steeds hetzelfde doekje te gebruiken wat je uitwringt. Waardoor er nog steeds gewoon bacteriën zitten. Dus ja, handy dandy housewife tips. Mijn DIY is af. 12:19. Ik heb hem opgenomen, geëdit, alles gedaan. Het is bijna 12:30. Ik ga het even afvinken. Deze... is klaar. Hoe laat moet ik straks weg? Als ik daar om 4:15 moet zijn, moet ik zeg maar 2:45 uiterlijk weg. Oké, nou, ik ga kijken of waar ik kom. Ik wil die doen. Ja, nou goed, komt goed. Siem heeft inmiddels Manister plekje een beetje overgenomen. Dus zij ligt nu hier. I can't handle this cuteness. Kijk er nou met haar teddyberenlichaampje. Oh. Maar goed, hij ligt nu dus hier. Oh, wat vindt hij dit lekker. En Manisje ook, hè? Ja. Als je ooit twijfelt hoe je een kat moet aaien, dit vinden heel veel katten lekker. Zo bij hun wangetje. Of achter hun oortje. Ik heb mijn vlog geëdit van zaterdag, van het aanzoek. Dan heb ik helemaal dikke ogen. Oi, oi, oi. Top, was het slim om dat nu te doen? Nou ja, weet je, net als Foefje in de video zei, er is nooit het juiste moment voor iets. Dus ja. Ik heb me opgemaakt, klaargemaakt, mijn haar nog een klein beetje stijl gemaakt. En ik heb nu wimpers op, niet mijn eigen wimpers zijn, dit zijn andere Eyelure wimpers. Want mijn silkies, die zijn echt, die heb ik al zo vaak nu opgehad. Dus ik heb even andere gepakt en ik zie gewoon gelijk verschil. Ik vind mijn eigen wimpers gewoon mooier, hoe stom het ook klinkt. Dit zijn ook weer soort van dunne lashes van Eyelure, maar ik vind gewoon... ja, ik kan geen andere wimpers meer op. Maar goed, dit is de look. Ik zal hem zo nog even goed laten zien. Dit is mijn outfit of the day. Ik heb een zwart colbertje aan. Heb ik al best wel lang. Volgens mij is die van Come Get Fashion. En dan een blauw-wit gestreept shirt eronder. Mijn Tiffany's kettingje. En dan zwarte broek. En alsters. De geur die ik opdoe is... Chloe.
teamtest. En voor degenen die niet weten wat dat is, het is ja, een soort van auditie voor iets. Ik ben echt niet de enige. Vaak heb je stukken 40 mensen die een screentest komen doen. En ja, de kans is gewoon heel klein dat je het wordt. Dit is echt nog, dit stamt uit de tijd dat ik nog heel veel acteerdingen deed en zo. Dan had ik ook constant screentests en audities. En dan ja, als je goed genoeg vindt, dan word je het. Ik zal jullie laten weten wat het is, op het moment dat dat kan. Maar het is, ik weet nog wel, het was wel altijd zo'n ding dat je dus zeg maar eigenlijk beter niet kan vertellen aan vrienden en zo. Want als je dan zegt, hey, ik ga screentest doen voor dit, dan denkt iedereen, oh, en, dan ben je het geworden. Nou, 9 van 10 keer ben je het niet. En toen was het van, nee, oh, wat erg voor je. Terwijl, als je dat continu doet, dan is dat zeg maar, het is niet erg. Het is zo'n goede les voor mijn leven geweest. Om zeg maar, het is niet erg om niet ergens de beste in te zijn of zo. Want dat hoort er gewoon bij. Het is toch ook niet dat je elke sollicitatie die je hebt, dat je gelijk de baan krijgt. Dat is gewoon, that's life, weet je. En daar moet je eigenlijk niet mee zitten. En gewoon ik, meh. En het is altijd handig om te vragen waarom niet dan en zo. Maar goed, ik ga ervan uit dat ik het nu niet word. Maar I don't know. Ik weet het niet. I don't know. Ik vind het leuk. Ik vind het spannend. It's cute. Oké. En ik ben weer onderweg naar huis. I don't know. Ik weet niet of het goed ging of niet. Voor mijn gevoel ging het wel oké. Maar you never know of jij degene bent die ergens bij past of niet. En aan de ene kant vind ik het ook, zeg maar, het hoeft niet per se. Stel je wordt iets niet, dan ligt het niet eens zozeer aan jou, maar gewoon meer van type wat ze ervoor zoeken. Maar stel je wordt het wel, dan is dat echt een soort van super compliment ook. Want dan was jij precies wat ze zochten. Dus ja, I don't know. Ik weet het niet. We'll see. Yee. En Fofje is thuis. Een hele goede avond allemaal. 7:30 bijna. Ja, of goedemorgen als je in de ochtend kijkt. Oh ja. Goedemorgen. Middag als je in de middag kijkt. Goedemiddag. Ja. Fun. Ik ga nu even koken. En ik ga even mijn workcyclo's aan doen. Mm-hmm. En dan mijn working gear. Food is done. Lekker verse pasta met wat groenten er doorheen. Kaas erop. Foef is even naar de winkel en ik ga heel even opruimen. Het is echt een wende hier en inpakken. Voor zover het kan weer. Nu even. Ik vind dat het echt, nu moeten we hardcore gaan inpakken. Dus ook dingen die we best wel vaak pakken. En zo gewoon inpakken die handen. Beauty stash ziet er zo uit. Ik zeg inpakken die handel. Ah, oh, mijn verlovingsshirt. Ik heb meer hangen voor het gevoel. Maar eigenlijk moet die ook gewoon in de was. Maar. Oké, ingepakt, opgeruimd. Lang niet alles. Maar mijn make-up en dit. Dit wil ik zeg maar op het laatste moment meenemen. Want vooral voor mijn eindshoot voor B ben ik echt bang dat ik alles ga inpakken. En dat ik dan toch weer wat nodig heb. En ik denk zelfs, ik weet niet hoe haalbaar het is. Ik weet niet of iemand er ervaring heeft. Dat ik die kasten gewoon helemaal zo rol. En in de auto leg. Ik bedoel, waarom niet? Toch? Of zeg ik nu iets heel raars? Dat ik zeg maar die laadjes eruit haal en zo neer. Weet je, dat ik denk ik rij één keer heen en weer met de hele beauty stash. En dan die doe ik dan in de koffers of zo. Die misschien in één tas. Want ik ga ze toch weer daarin doen. Dus, am I up for disaster of niet? Nou, in ieder geval, hier heb ik mijn B-dingen. Hier heb ik kleedjes en dingetjes waar ik dingen in kan wikkelen als ik ze ga inpakken. En ja. Het nachtkastje ziet er ook redelijk leeg uit. Ik heb nu mijn thee hier staan. De rest ingepakt. De binnenkant ook. Snelle truc om veel op te ruimen. Neem een bak. Dump er alles in wat op tafel lag. En neem dit mee langs alle kamers. En dan leg je het zo terug. Dan hoef je niet 80 keer in en weer te lopen. Ik ga schoenen wegdoen. Te beginnen met deze nude. Soort van strapper shoes. Ik heb ze nog nooit aangehad. Ze kunnen weg. Nee, volgens mij heb ik ze 1 keer aangehad. Weg ermee. Deze. 1 keer aangehad. Nude. Wedge. Thingies. Weg. Deze wil ik houden. Die vind ik leuk. Deze. Weg. Hetzelfde, maar dan in blauw. Ik heb nu deze. Ik heb deze, sinds kort deze mooie Verradio hakken. Dat vind ik wel mooie basic zwarte pumps. Dus ik ga denk ik die andere. Ja joh, ik doe dit weg. Hoppakee, weg. En weg. Ik draag die ronde schoenen niet echt. Maar deze vind ik wel erg leuk. Die wil ik houden. Hi, Foefje. Ja? Schoenenkast opgeruimd. Er zijn nu allemaal schoenen weg. Tas vol. Foefje. Hallo. Ben je lekker aan het opruimen, lieve schat? Mm-hmm. Hoe voelt dat nou? Goed. Het is 9:45, wij gaan lekker slapen. Ik ben helemaal kapot. Voef je ook toch? Ja, weet je wel. Oh, die afwas. Zal ik hem morgenochtend doen? Ja. Ja.
Welterusten, bedankt voor het kijken en tot welterusten morgen. Allemaal. Doei. Of goedemorgen. Of goedemorgen. Kijk de kleur. De kleur is dope, hè? Dat is echt cool. Ik vind hem ook heel cool. En dit en...